Kijk, dit is de ingang van onze camping. Oh. Le Bon Été. Le Bon Été. Kun jij het nummer in typo's? Peter? Peter heeft geen tijd. Ik moet eventjes de slagboom behandelen. De receptie is fermé. Hey Arlie! Nou gaan we even het laantje oprijden zo. En dan rijden we zo naar onze... Bonjour! Bon appétit! Oh. Gebeurt er nooit. Gaan we doen? Nee. Kijk, hij rijdt zelf BMW. Want dat is dan BMW. Ja, ik heb geen tijd, Peter. Ik ben aan het filmen, jongen. Kijk, mooie staakkermens aan de zijkant. Aan de rechterkant heb ik mooie staakkermens. Schitterende caravans. Zie je, een mooi laadje hier. Dan gaan we rechtsaf. En dan rijden we zo naar onze mooie caravan toe. Kijk, en wie zit daar? Kijk, wie zit daar? En wie ligt daar? Even stoppen. Ligt daar, lekker Peter. Nee, een beetje doorrijden. Anders krijg ik... Even kijken. Ja. Ja, zet hem maar voor de deur van de caravan 2. Goedemiddag mensen. Waar zijn we nu weer beland? We zijn nu beland op weg naar kasteel Ans de Tournac. Van Tournac. Ik moet straks nog dit stukje op. Ik moet even draaien. Kijk, daar ga ik. Kijk, dat paardje. Dat's al. En dan ben ik boven. En dan kunnen we het kasteel bezichtigen. En de omgeving. Daar zie je de olijf. Daar zien we veel olijfbomen. Daar tussendoor. En daar tussendoor. De wijn. Zien we de wijngaard. Loop je zo meteen het hoekje om en dan kan je het uitzicht. Ja, en dan gaan we straks nog even het hoekje om. Ja, letterlijk hè. Niet figuurlijk. Nee, Kees, nog niet. Hè? En dan krijgen we weer een shotje te zien van onze zalige vakantie. Nou, tot ziens, tot zo. Hè? Kijk nou uit. Nou, hier hoef ik geen woorden te gebruiken. Dit spreekt vanzelf. Dat is een soort een vallei, kan je het wel noemen. En het is het dorp Tournac, denk ik. En het dorp Tournac. Dat is allemaal vanaf het kasteel zichtbaar, zeg maar. Maar ik sluit nou af en dan lopen we nog even verder naar het kasteel toe. Prachtig. Maar eentje. Mooi, hè? Mooi. En hoe heet dat kasteel nou, Ans, zeg jij? Tournac, hè? Daar staat de informatie. Je... Château Tournac. Oui. Het is apart. Ja, ik maak allerlei shortjes. Maar één. En later bekijk ik het wel. Hey. En dat is het dorp, denk jij, Ans? Hoe heet dat dorp? Ik denk dat het Anduze is. Anduze? Denk je Anduze? Ja, ik denk het wel. Ja. Wat wijd, van een mooi uitzicht, hè, jongens. Hey. Even kijken, nog een stukje terug. Daar zie je de karbon. De? Het water daar, de karbon. Die zie ik nog niet, Ans. Hier voor. Oh ja, wacht even. Ja, dat is dat water wat langs de camping loopt, hè? Ja. Ben je inzoomen? Nee, even kijken. Dit is het laatste stukje naar boven toe, naar het kasteel. Het kasteel
Château de Tournac. Château de Tournac. En waar ik nu naartoe ga, dat is... Wat is dit, Peter? Ja, dat is de richting Attouec en richting Niem, zeg maar. Ja, ja. Waar ik nu film zo. Ja. Ja. En naar rechts toe, dat dorpje zelf is Tournac. Daar zijn we vanochtend met de auto vandaan gekomen. Dat is daar tegen de berg aan? Nee, daar. Gelijk hier. Oh, wacht even. Hieronder. Wacht even. Ja, dan moet ik even... Ja. Daar heb je net ook gefilmd. Ja. Ja. Dus we zijn zo... Vanochtend zijn we helemaal rondgereden. En dan zijn we onderlangs zijn we zo daar weer op de grote weg gekomen. En dan zo naar... Juist. Vluchtende gereden naar het... naar de camping. Ja, wat doe jij nou? Door. Naar de, en dan papa gaat nemen. Wat jammer. Batterij is leeg. Kom je weer terug, Peter? Dan wacht ik nog even. En draaien. Doet die man gewoon alles wat jij zegt? Ja, alles. Hm. Nou, niet altijd. Zag je toch vanochtend? Oh, hij gaat helemaal omhoog. Ja, nou, het is niet te veel aan. Alors, Peter, sir, comment ça va? Ça va très bien. Si, oui. Heb jij al gepast, Marie? Gepast? Ik vind de ene hoedje leuk om te passen. Die buitenlicht. Ja. Is 12 euro neer. Ja. Niet naar de prijs kijken, Irene. Je bent één keer in Anzou. Anduze. Nee, hoe heet het hier, Peter? Dit is Las Couverte. Las? Las Couverte. En die mooie, hoe heette dat ook weer? Pagoda, oh ja. Pagoda. Ja. Het is toch heel apart, Peter, hè? Ja, mooi, hè? Ja, echt waar. Die soort dingen, die zie je toch. Die zie je naar beneden. Kijk, nog eentje komt eraan. Zo veel. En? De dames nog niet... Nee, die gaan uit het winkeltje in, hè? Ja, nou ja, daar gingen we hier van. Hoe zit het, Marien? Lekker, hè? Ja. Dat is een chaise hamak. Ja. Een chaise hamak. Heerlijk, hè? Alleen als hier de zon had gestaan, was het... Wat zeg je? Als hij in de zon had gestaan, dan was het beter. Ja, maar we schuiven hem eventjes, Alex. Wel donker. Verschillende types, hè? Ja. Het is wel donker, hè? Dus hoe dat nou in de praktijk gaat uitvallen, weet ik niet. Het is wel een leuk plaatje. Maar...
Oh, zijn ze weer weg. Als je hier staat, hè, Peet, uit de zon, hè, heeft veel beter beeld. Ja. Hallo, hè. Gezamenlijk pleintje en iedereen mag hier zijn terras neerzetten. Ja. Hey, anders is dat een bed en bed gestoken of zo, of niet? Nee. De mensen wonen daar. Nou, zitten we hier midden in de bergen, rondom Andouze. Schitterend, schitterend. Niet te geloven hoe mooi dat is hier. Eén en al natuur. Dit waar we nu staan, dat is, ik weet niet hoe hoog, maar Peter heeft het allemaal gefietst. Kijk, nou is hij blij dat hij in de auto zit natuurlijk, in plaats dat hij... Nou, Hans, laat je eens zien, werkt hij. Hallo. Hans zwaait. Dan gaan we zo naar huis toe. Gaan we een lekker stokje eten. Stukje kaas erbij. En een klein glaasje rosé. Nou, is dat fijn of is dat niet fijn? Nee, dat is juist leuk. Ja, natuurlijk. Hier heb je zo'n bruggetje. Gaan we zo'n bruggetje over. Nee, dat is juist spannend. Maar ik moest uit het raam gaan halen van Peet. Dat hadden we daar bedoeling mee hebben. Hoe vind je het hierheen? Ja, geweldig, want het is. Geweldig. Heb je last van dat raam? Deze wel, het is. Ik doe maar weg. Even kijken of de chauffeur nog van goede willen is. Ja, of dat wat gaat worden, twijfel ik. Ja. Donker, hè? Donker, Peet. Volgens mij komen ze meteen op een plek waar je kan rijden. Ja, dit is ook wel leuk.
Dus wat is dit nou, Peter, waar ik nu film? Saint-Marie. Dit is, moet je dat bordje ook filmen, de Le Marie. Dat Le is Marie? Dus het stadhuis. Sorry. Oh, wacht even, de Marie. En het stadje heet hier? Saint-Félix de Payère. Kijk, dat wil je dan horen. Ja. Want dat, we doen liever niks die gids meenemen natuurlijk. Kost wel wat, maar... Wat jullie kipvoeten. Of ik nog meer dressing erin moet doen. Ik heb veel, ja, jullie hebben alleen maar die ijsbergsla. Ik heb sowieso vermengde sla. Ja. Veldsla en... Ja. Nou, ik vind het goed gelukt hoor, dit. Ik vind het lekkerder als er wat meer variatie in. Ja, houdt papa niet zo van. Wat? Nee. Waarvan, schat? Van de gemengde salade. Nee, ik vind zo... Te hard? Ja, nou die ijsberg salade. Dat is eigenlijk wat we gisteren hadden, vind ik het best. Ja. 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 Wie? Zo, iets spelen. Ja. Dat zijn die dingen die Ans hier koopt, zie je? Ja. Heb Ans die ook, Jerry? Die heeft er die kruiden. Ja. Ja. Ja, dat is even echt... Dat hebben toen een beetje... Ja, bonjour. Kom dan. Ja. Hoe heet die markt hier, Joris? Weet je dat toevallig? Nee. Hé? Ik zag het er net wel staan, dat plaatsnaampje dan. Hè? Dan moet ik op camera helaas bekennen dat ik dat niet weet. Op camera? Ja, dat weet de hele wereld. Nou. Nee, dus, we zijn gewoon in Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard? Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard? Ja. Leuk, hè? Nee, ik weet niet, Peter, nou sta ik hier gezellig te filmen. Jij staat naast me. Dan zou ik graag willen weten, we lopen hier op de markt. Maar hoe heet deze markt? Is de... Le nom de marché. De marché. De marché, oui. C'est le marché du Saint-Jean-du-Gard. Encore? Van het plaatsje Saint-Jean-du-Gard. Nou, hier. Dat zei ik al. Beroemd ook, hè? Heel beroemd. Er zijn heel veel Nederlanders hier. Er komen heel veel Nederlanders hier. Nou, daarnet hoorde ik al twee koppels. Ja. Ga ik nog even zo... maak even nog een switchje. Zo. Dus weet ik nu alles, Peter? Nee, want het is pas een klein stukje. We gaan lopen maar, terug en dan gaan we nog roppen richting... Ja, ik heb nog een moeilijkere vraag. Oh, ja? De kerk, hoe heet die? Dianne. Eglise Evangelique. Volgens mij is het niet eens een kerk, maar goed. Dit, hoe heet dat riviertje, Peter? Dit is de Gardon. De Gardon? Ja. En die loopt vanuit de bergen? Tot aan de Middellandse Zee. Ja? Ja. En verderop is het dan een grote
aquaduct gebouwd door de Romeinen. Dat is Pont du Gard. Dat is natuurlijk dichter richting Nîmes. Ja. Dus dan wordt de rivier eigenlijk steeds groter. Er komen steeds meer water en uit. Ja. Wordt die steeds breder? Ja. Dieper? Dieper. Richting Anduze is dit? Dit is richting Anduze, ja. Ja, de omgeving is hier verschrikkelijk mooi. Ik hoop dat ik dat geluid van dat water zie dan ook. Ja? Ja? Oké. Peter, ja. Hoe heet dit gebied? Ja, dit is volgens mij het regionaal park de Garde de Gare. Dat zag ik daar staan, een bord. Maar kan je bij het water komen? Ja, je kunt naar de Esplanade lopen, naar de waterval lopen krijgen. Oké, bij de bovenaan. Ja, we moeten even kijken hoe het gaat. Dat is wel leuk. Even zo een rondje. Even zo pak, dan kom je er bij de waterval uit. Ja, ja, leuk. Dat gaan we doen. Moeten we even naar boven toe, daar kun je naar boven hierheen. Ja. Ja. Denk ik. Ja. Moet ik nog hier gaan springen, hoor? Nee, niet springen. Doe maar. Probeer maar gewoon. Kijk hoe diep het is. Het is echt super helder. Dat zien we. Maar eentje, heb jij hier ook gesprongen vorige keer? Nee, niet hier. Een beetje verderop. En? Koud zeker, dat water? Toen niet. Nee? Ja, ook zomer. Ja? Ja. Nou, mama gaat nu het water in, zie je? Gaat ze echt het water in? Ik weet niet. Mam, kijk uit, hè. Het is plat. Kom, we gaan even vastlopen. Angela is het water open. We missen het shot. Koud, hoor. Koud? Zie ik op de camera, hè, dat ik onderuit. Hans, is koud? Ja, nog steeds water. Ja. Met gevaar voor eigen leven. Filmt Kees Braap. Zijn reis. Als je boven komt. Hoor, Kees.
Hé. Daar is het alweer. Ik dacht dat je het beter dan ik deze. Naar Kees. Ah, mooi. Hey, Joris. Een plaatje, jongen. Dus we moeten eventjes luisteren naar Marine. Naar wie? Naar Marine. Naar Marine. Naar Marine moet je luisteren. Huh? Daar. Dankjewel. Gaat het moeder? Ja, ja. Hé? Hey? Ja. Oh.